In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Dat is dit het gemeentebericht. Och, geef maar aan mij. Dit is hem toch? Ja, dat is een dames en heren, we hebben dadelijk hier, een... doe jij maar. Ja, dankjewel. We hebben dadelijk een gemeentebericht. Dat is een tijdje geleden. Maar we hebben dus een bericht van de gemeente. Dat ze hebben gemaakt voor ons om uit te zenden. En dus gaan we beginnen met dat gemeentebericht. Een gemeentebericht. Het betreft hier... de vrijstelling, bestemmingsplan, buitengebied, ten behoeve voor het uitbreiden en vernieuwen van een varkensstal aan de Lommelse Dijk. Petje. Petje. Jongen. Burgemeester en wethouders van Bergijk zijn trouwens voornemens om met behulp van de algemene vrijstelling, genoemd in artikel 0.6 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 1996, vergunning te verlenen voor het vernieuwen en uitbreiden van een varkensstal aan de Lommelsdijk 26 vrijstelling kan worden verleend ten behoeve van het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bebouwingsvlak bestemmingsgrenzen, indien dit noodzakelijk is in verband met afwijking of onnauwkeurigheid van de plankaart ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling of indeling van de gronden dit vergt en mits daardoor geen belangen van onevenredig worden geschaad. En op de kaart behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 1996 is het agrarisch bouwblok doorsneden door een weggetje dat in werkelijkheid ter plaatse helemaal niet aanwezig is. Dus, vandaar. Niet in paniek raken thuis. Gewoon eventjes rustig opschrijven, nog eens een keer herlezen. En dan, als u dan belang hebt... dan kunt u tegen het voornemen tot het toepassen van de vrijstelling... uw zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar maken. En dan gaat natuurlijk speciale aandacht uit naar diegenen die menen... een recht van overpad op het betreffende perceel te hebben. Dus. Radio Bergijk. Hulp. Help. Hulp. Help. Help. Hulp. Goeiedag, dames en heren. Ja, dit is de rubriek Hulp. Het is eigenlijk geweldig hoe dicht beluisterd wij worden... en hoeveel mensen er toch bereid zijn tot het geven van hulp. U herkent zich nog de iets wat dramatische oproep van Mariette van Bladel... Die onlangs in de uitzending was en die vroeg naar een bepaald puzzelstukje... van een puzzel van het meer van Lugano met heel veel lucht. We hebben een haar aan de lijn. Hallo. Hallo. Spreek met Mariette van Bladel? Ja, dat klopt. Ach, dag Mariette. Hallo. Dit is Peer van Eersel. Ach, Peer, hallo. Radio Bergijk, de rubriek Hulp. Ja. Jij hebt ons onlangs een nogal uitgebreide brief geschreven. Dat klopt. Hè? Over dode ponies en veel misbruik in je jeugd. Ja, erg hè? Ja, dat is erg. Maar je zocht daarin naar een bepaald voorwerp wat je kwijt was. Ja, inderdaad. Ik heb een hele mooie puzzel waar ik al jaren aan bezig ben. En dan kom ik dus achter dat ik net één stukje dus mis. Ja, dat schreef je uitgebreid. Dat is dat 14e stukje van rechts en het 34e van boven. Klopt, ja. Nou, je gaat met je oren zitten klapperen. Maar ik heb hier ook nog iemand anders aan de telefoonvork. Oh. En dat is meneer Gerard Speelman. Goedendag, Peer van Eersel, Radio Bergijk, de rubriek Hulp. Goedemiddag. Goedendag. Meneer Speelman, u belde ons op met groot nieuws voor mevrouw Van Bladel. Ik heb het desbetreffende stukje heb ik op voorraad. Nee. Ach jeetje. Ja, dat is geweldig. Is niet? Nou, dat is hartstikke mooi.
Ik kan nog ook wel wat meer vertellen over de desbetreffende puzzel. Nee hoor, dat hoeft niet. Hoe krijgen we nu het puzzelstukje van meneer Speelman naar mevrouw Van Bladel? Misschien moeten we dat er even buiten de uitzending omdoen. En dan kan ik mijn bankrekeningnummer geven aan, mevrouw. Nee, maar wacht even. Oh, meneer Speelman, het is... Dit is niet de bedoeling dat er geld voor de hulp, de rubriek hulp, is om dat de mensen elkaar helpen. Dat er geen geldelijk gewin bij komt kijken. Aha, maar dat was mij niet verteld natuurlijk. Oh, dat moet dan nog even duidelijk in de jingle. Ja, gratis hulp. Er moet even een nieuwe jingle, Ted. Want het gaat, dat is niet duidelijk bij meneer Speelman. Ben ik nog in de uitzending? Ja hoor, u bent in de uitzending. Maar dat is, nou zit ik hier een beetje mee in mijn maag. Want meneer Speelman, u wil geld zien voor dat stukje. Nou, geld zien, dat hoeft niet per se. Maar kijk, het is voor mij natuurlijk ook geen hobby. Ik ben puzzelverzamelaar en het gaat hier om een zeer zeldzame Italiaanse puzzel. Ja. Op het moment dat ik dat stukje aan mevrouw zou verkopen, is mijn puzzel natuurlijk niet meer compleet. Nou, dan kunt u altijd een oproep plaatsen in onze rubriek. Maar is het dan misschien mogelijk dat daar misschien een kopietje of zo van gemaakt kan worden? Dat zou wel inhouden dat de puzzel natuurlijk zeer in waarde daalt. Maar wat mij betreft kunnen we hier natuurlijk altijd over praten en komen we daar samen wel uit. Nou, geweldig dat we iemand hebben kunnen blij maken en dat we een luisteraar gevonden hebben die toch afziet van geldelijk gewin. En die toch zo sportief is om deze leemte in de puzzel, die geweldig grote puzzel met heel veel lucht, van Mariette van Bladel weer compleet te maken. Ik zou zeggen, meneer Speelman, heel erg hartelijk dank. Maar nog even checken. Dat was dus inderdaad dat stukje, dus de 16e van links en de 32e van onderen dan. Nee, Mariette, je hebt in je brief gewag gemaakt van het stukje nummer 14 van rechts en 34 van boven. Kun je dat nog even natellen? Heb je de puzzel daar liggen? Dat is volgens mij niet correct, hoor. Oh, ik heb hier je brief liggen. En op je brief... ik heb dat verkeerd gelezen. Ja, want ik wou zeggen, dat is niet mijn informatie. Oh, wacht even. Het is... Kan je nog één keer zeggen, wat zijn de goede coördinaten van het missende puzzelstukje? De 16e van links en de 33e van boven. Oh, het is ook nog van links. Ach, ja, jouw rechts lijkt heel erg op links als je schrijft. Ja, het is 16e van links? Ik heb wat aan mijn arm gekregen vandaar, aan mijn hand. Dus van het puzzelen? Ja. Dus daarom is het soms wat onduidelijk. Nou goed, heel erg blij dat we toch nog mensen blij hebben gemaakt. Ik zou zeggen hartelijk dank voor uw meedoen. En ik zou zeggen, we gaan muziek draaien. Puzzelmuziek. Nee, dat is geen mooie start weer van deze rubriek, die meneer. Jammer. Ja, nou weten we ook niet eens meer. Ja, maar jij zat me ook te storen tijdens het voorlezen, dat weet ik nog. Ja, maar die getallen die kun je toch wel goed lezen? Ja, ik heb er helemaal overheen gekeken. Inderdaad, staat hij duidelijk 16 van links. Ik vind 32 van boven. En ik heb gezegd 14 van rechts. En 34 van boven. Dus die rubriek maar... Nee, we gaan door met de rubriek. Oh, tuurlijk. We gaan door. Tuurlijk. Tijdje de muziek uit? Ja. Dus het is, wat hadden we nou gezegd dat erin moest in de jingle? Gratis. Hulp, gratis hulp. Van luisteraars voor luisteraars. Zoiets, Tijdje. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk. Voor het volk. Hey! Opa zei altijd, wil je schik, kietel je ogen. Einde Bergijkse volkswijsheid. De open microfoon. De open voor iedere Bergijkenaar die wat kwijt wil. Microfoon. Iedere Bergijkenaar die wat kwijt wil. Hallo, ik ben José Sanders. En ik heb een gedicht geschreven voor de open microfoon. En het heet Als niemand iets doet. Als niemand iets doet. Als niemand iets doet om de wanhoop te stoppen, de wanhoop van mensen verdrukt en berooid, dan gaat onze wereld geheid naar de knoppen.
dan worden er zaden van haat uitgestrooid. Als niemand het lef heeft om bruggen te bouwen, om eerlijk te delen en vrienden te zijn, dan zal het vertrouwen al spoedig verflauwen. Dan groeien die kiemen van haat en venijn. Als niemand iets doet aan de wereld vol muren, met forten die scheiden in wij en in zij, dan zullen we dat met z'n allen bezuren. Want dan krijgt de haat de alleenheerschappij. Dat heb ik geschreven. Ik heb dit geschreven omdat ik elke dag de krant lees en kijk naar de televisie. En ik word daar heel droevig van. Dan ga ik alleen 's avonds naar mijn kamertje en dan kan ik wel huilen. Soms doe ik dat ook eventjes. En ik moest een weg vinden waarop ik al het verdriet wat ik heb over de wereld en over oorlog en zo en over zinloos geweld en al die nare dingen waar ik zo verdrietig van word, om dat een plek te geven. En toen ontdekte ik dat ik mijn gevoelens heel erg kwijt kan met de pen en papier. En dit is een van de gedichten die ik schrijf. En ik heb er nog wel meegemaakt. En die ga ik nou bundelen. En misschien opsturen naar een uitgeverij. Dus dat is dan mijn oplossing. Voor alle verdriet en ellende in de wereld. Waar ik niks aan kan doen, behalve dan gedichten schrijven. Ja. We zijn net gebeld, dames en heren. Er is iemand die noemt zichzelf belanghebbend. En die wilde graag nog eventjes precies weten. Excuus, want hij kon het met schrijven niet helemaal bijhouden. Wat nou ook weer het bericht inhield van het gemeentebericht van de vrijstelling bestemmingsplan buitengebied ten behoeve voor het uitbreiden en vernieuwen van een varkensstal in Lommelsdijk 26 Terluik-Gersel. Nou, dan lees ik het nog één keer voor u voor. Dus, pen in de aanslag. Ik tel tot drie. Hebt u pen in de aanslag? Tel tot drie. 1, 2, 3. Burgemeester en wethouders van Bijenrijk zijn voornemens om met behulp van de algemene vrijstelling genoemd in artikel 0.6 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 1996 vergunning te verlenen voor het vernieuwen en uitbreiden van de varkensstal aan de Lommelsdijk 26 Terluik-Gersel. De vrijstelling kan worden verleend ten behoeve van de bouwer met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bebouwingsvlak en bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden van de plankaart ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling of indeling van de gronden dit vergt en mits daardoor geen belangen van derden onevenredig worden geschaad. Een speciale aandacht natuurlijk weer voor degene die menen recht van overpad op het betreffende perceel te hebben. En hoe was het nou met dat weggetje? Dat was een weggetje niet, of wel? Oh ja, dat inderdaad. Het weggetje. Ja, het weggetje. Weg. Ja, nee, want op de kaart behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 1996 is het agrarisch bouwblok doorsneden door een weggetje. Ja, dat speelde ik als klein kind al. Ja, maar dat is in werkelijkheid ter plaatse niet aanwezig. Het weggetje is wel hoor. Daar speelde ik als kind, op dat agrarisch bouwblok. Nee, dat was alleen op de kaart. Nee, ik speelde op dat weggetje. Op de kaart? Waar we speelden wij klootschieten op het weggetje. Daar zei mijn moeder, jongens, ga maar buiten, agrarisch bouwblok. Ga daar maar klootschieten. Op het bestemmingsplan buitengebied 1996? Ja, vroeger kon je daar spelen als kind. En dan op dat weggetje. Maar in werkelijkheid is dat ter plaatse niet aanwezig. Waar heb ik dan gespeeld? Waarschijnlijk op het overpad. Ach, dat was het overpad. We dachten dat het een weggetje was. Nee. Een overpad. Ach, nou weet ik dan ook weer. Nou, alle zieke Bergrijkenaren. Beterschap en alle gezonde Bergrijkenaren. Kom op.